Je kan wel hard rijden, maar dan neem je het risico dat er wat kapot kan gaan. Dat is nou eenmaal zo. Ja, het gaat super. Nog steeds zijn we tweede geworden, achter Aad. Gingen lekker, twee kleine foutjes gemaakt. Eentje in het begin en eentje halverwege. En ja, op een gegeven moment hebben we de grote Fireman weer opnieuw gepakt, zeg maar, ingehaald. En toen zaten we daar de laatste 8 kilometer achteraan. Maar het was zoveel stof. Ik vond onverantwoord om wat te gaan proberen. Pushen, ja. Ja, nee, op een gegeven moment heb ik de handdoek in de ring gegooid. Ik denk, het is 2 en het is goed. Verstandig? Ja. Zijn we af en toe nog wel eens. En vandaag ging lekker. Ik ben achteraan gestart uiteraard. Nou, die hadden we volgens mij binnen een minuut of 4-5 te pakken. En die ging netjes aan de kant. Ik denk, laat die gek maar gaan. En we hadden het idee om even 30 minuten te vlammen. Om wat afstand te creëren, zeg maar. En de half uur was voorbij. En ik denk, nou, even een pookie minder, tandje minder. En toen zat de groot achter in mijn nek te hijgen. Dus dat ging weer niet op. Dus we zijn maar gewoon door wat blijven vlammen. Met als resultaat dat we 4 minuten verschil gemaakt hebben, maar ook weer een bladveertje aan de achterkant. Ja, dat is dan de consequentie. Ja, je kan niet alles tegelijk. Of tenminste, je kan wel hard rijden, maar dan neem je het risico dat er wat kapot kan gaan. Dat is nou eenmaal zo. Maar je hebt wel een marge. Ja, zeker. Want als je uiteindelijk elke keer met een minuut of 5-10 je marge vergroot, zeg maar, dan op een gegeven moment dan is het onoverkombaar. Maar goed. Ik heb net al gezegd, het is nog geen vrijdag, dus er kan nog van alles gebeuren. Consolideren. Ja. Maar we weten nu wel dat we ruimte hebben van een half uur en dat we ons niet meer gek hoeven laten maken. En als we gewoon bijblijven, netjes uitrijden en als alles heel blijft, dan zien we het florisant in. Ja, wat minder nieuws van de SSV, Wesley Jacco, want die lijkt niet meer verder te kunnen. Nee, we gaan zo nog even inventariseren wat er is. Maar witte roker te motor en knikkerbak achterin. Dus ik denk dat het klaar is. Het is wel jammer, want ze ging eigenlijk ook steeds beter. En het is voor Wes ook de eerste keer dat hij rijdt. En voor Jacco de eerste keer dat hij überhaupt navigeert. Echt niet makkelijk? Nee, zeker niet. En vandaag met die bak regen over je kop en die bagger. Want de baan was echt... Ik heb met de motorrijders, quadrijders en de buggies heb ik echt wat te doen gehad vandaag. Want dat was één vette, natte bende. Succes vanmorgen. Ja, dankjewel.